Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In het programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Het Nationaal COVID-19 Management Team informeert u vandaag wederom over de stand van zaken, wet uitzonderingstoestand COVID-19 aangenomen in DNA en vandaag drukken wij u wederom op het hart om u te houden aan de geldende COVID-19 hygiëne maatregelen. Wij presenteren u wederom enkele fragmenten van het persmoment van het Nationaal COVID-19 Management Team. Intussen zijn in Suriname 3 personen die besmet waren met het COVID-19-virus volledig genezen. Deze personen zijn ontslagen nadat gebleken is dat zij 3 keer negatief zijn getest en voldoen aan de gestelde criteria. Kijkt u mee naar het volgend verslag voor meer informatie over de vorderingen die geboekt zijn en de overige ontwikkelingen aangaande de strijd tegen het COVID-19 coronavirus. Het Nationaal COVID-19 Management Team is in samenwerking met het COVID-19 Response Team van het Ministerie van Volksgezondheid dagelijks actief in casusonderzoek, swabafname, contacttracering en het aanscherpen van preventiemaatregelen. In de Amerika's hebben wij op dit moment 417.416 bevestigde positieve gevallen, waarvan 12.597 zijn overleden. In Suriname hebben wij de teller nog steeds op 10. Er zijn geen nieuwe bevestigde positieve cases binnengekomen en overleden 1. Onlangs zijn er 4 personen genezen verklaard. In Suriname, 1 hiervan is de Franse ambassadeur die intussen teruggereisd is naar Suriname. De exit screening van de repatrianten van Aruba en contactpersonen van positief bevonden personen heeft gisteren plaatsgevonden. Dat was dus de 15e dag van de quarantaine en ze zijn na een fysieke exit screening uit quarantaine gehaald. Het gaat hier om een totaal van 109 personen die niet aan de quarantaineregels hebben gehouden en niet aanwezig waren voor de exit screening. Deze personen zijn uiteindelijk wel opgespoord. Het protocol voor ontslag uit het ziekenhuis met daarbij genezingsverklaring, als ook postmortale zorg bij het overlijden en lijkafhandeling staan op de COVID-19 website. Het protocol voor de komende repatriatievluchten uit Nederland zullen zijn overheidsquarantaine en worden momenteel door het volksgezondheidsteam met het crisisteam van het Academisch Ziekenhuis aangescherpt. Ook de medische zending treft verscherpte maatregelen. De medische zending heeft in het kader van COVID-19 preventie 48 grieppolies opgezet in het binnenland om verdachte gevallen op tijd op te vangen en te isoleren. In samenwerking met de Braziliaanse ambassade is een manier gevonden om de mensen met de Portugees talende, sprekende mensen ook op te vangen en zoveel als mogelijk te informeren. Zij zijn dus de intermediair van het ministerie van Volksgezondheid en spelen de informatie door aan de 178-lijn. Momenteel wordt er hard gewerkt aan hoe wij de Spaanstaligen in Suriname ook kunnen bereiken, zoveel als mogelijk. Het ministerie van Volksgezondheid geeft nog steeds het advies dat gezonde burgers geen maskers aanhoeven. Maskers zijn voor professioneel gebruik en dienen als zodanig te worden ingezet. Echter hebben wij gezien dat velen dat daarvoor wel kiezen en we vragen aan de mensen die toch nog een masker gebruiken om te onthouden dat een masker steeds aanraken is gelijk als geen masker aandoen. Een masker omgekeerd aandoen biedt geen bescherming. Een masker dat langer dan 5 uren gebruikt is of vochtig geworden is,
moet worden vervangen. Een masker wassen garandeert geen bescherming. Uw handen niet wassen en een masker aanraken vergroot het besmettingsgevaar. Het is moeilijk ademen door een N95-masker. Dit maakt dat u het meerdere keren wegschuift om aan de kin te zetten of op het hoofd, welke contaminatie vervuiling van het masker verhoogt en zo ook het risico op infectie. Van de personen die in quarantaine geplaatst worden, gaan de mensen op dag 15 uit quarantaine nadat ze een fysieke exit screening hebben ondergaan. Er is slechts een kleine groep die symptomen vertoont en dan ook in isolatie geplaatst zal worden. Van de groep in isolatie test een deel positief, maar herstelt ook een groot deel hiervan. We aanhalen, dit zijn de procedure, dit is niet het geval tot nu toe geweest. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de curve die we hebben gemaakt voor Suriname ons brengt op 5000 gevallen als de richtlijnen en de maatregelen niet in acht worden genomen. 5000 severe cases, ernstige cases die ziekenhuisopname zullen behoeven. Tegenover een capaciteit van 500 in wat we nu hebben. En de Nationale Ziekenhuisraad is hard bezig om voor verschillende scenario's een plan uit te werken. En die delen we ook zo gauw als mogelijk met de samenleving. Dank u. We zien de uitdagingen van quarantaine nu al in een partial lockdown. Hebben we genoeg quarantaineruimte? Hebben we genoeg overheidsquarantaineruimte? Is repatriatie niet daarvan afhankelijk? Dus alles is met elkaar verbonden. Meer overheidsquarantaineruimte gemaakt, dan moet je gebruik kunnen maken van gelegenheden die er zijn, met de mensen goed kunnen praten, maar dat moet ook geregeld worden bij wet. Dat je dat kunt doen. Dat soort van zaken zijn geregeld in de wet. Laat me starten met dat het niet een noodtoestand situatie is. Er is duidelijk aangegeven, wij hebben als regering niet gekozen voor een noodtoestand. Want dat zou kort zijn. Je gaat naar het parlement, je vraagt het parlement om toestemming en je kondigt een noodtoestand uit. Dat is een hele andere situatie waarbij het burgerlijk gezag terzijde wordt gezet en dan wordt vervangen met een militair gezag. En dan krijg je een Nationale Veiligheidsraad. Het parlement, zou je zeggen, is buiten werking gezet. We hebben bewust gekozen dat niet te doen. Met andere woorden, een uitzonderingstoestand waarover we nu praten, dat is aan de orde. En een uitzonderingstoestand wil zeggen dat het parlement daar blijft als hoogste college, hoogste orgaan van de staat. Dat het parlement actief blijft, toezicht doet op de overheid, op de regering. Dat we in samenspraak met het parlement zaken doen, dat allemaal blijft intact. Maar een uitzonderingstoestand geeft wel ook de minimale bevoegdheden aan de regering. Bevoegdheden zijn dus de maatregelen en de voorzieningen. Zodat de regering COVID-19 en de daaruit volgende consequenties kan beheersen. Dat is het idee van die wet. De regering, je wil maatregelen nemen. Doe alles eraan om ons volk veilig te stellen. Doe alles eraan. Heeft u maatregelen nodig, neemt u maatregelen. Maar ga niet zo ver buiten mensenrechten en dat soort van zaken. U wil voorzieningen, zorgt u ervoor dat u wel in samenspraak met de mensen een kostprijs kunt afstemmen. Dat soort van zaken zijn geregeld, zodat we niet een situatie krijgen waar we tot het extreme grijpen, nee, we gaan handelen en de noodtoestand uitgebroken. We willen het verantwoord doen en hebben dus op deze wijze geregeld. Dus geen noodtoestand, mensen. Het is een uitzonderingstoestand waar er uitzonderlijke bevoegdheden aan de regering gegeven zijn, zonder te komen aan grondrechten, mensenrechten, die deels maar beperkt zijn ten behoeve van het beheersen van
een crisis, een gezondheidscrisis. Oké. De periode is ook maximaal 3 maanden met een extra van 3 maanden. Wat betekent dat? De president kan afkondigen een uitzonderingstoestand, maar hij hoeft het niet te nemen voor 3 maanden. Hij kan het voor korter doen. Hij kan het ook korter afzeggen. Luister, dit zijn de bevoegdheden, deze maatregelen en zo worden in een uitzonderingstoestand, mag de regering dat doen. Maar we trekken ons terug na 2 weken. Kan ook. Maximaal 3 maanden. Maar als we 3 maanden ook nemen, hebben we de mogelijkheid daarna om nog 3 maanden verder te gaan. We hebben ook erbij geregeld. Vandaag trouwens wordt ook geïnstalleerd, als het goed is, de parlementaire crisiscommissie. Dat is een commissie van het parlement die samen met de regering gaat kijken. Volgen wij wel binnen die wet wat wij toegezegd hebben? We hebben toegezegd deze maatregelen, deze voorzieningen, maar ook deze vergoedingen. Noodfonds, financiering voor allerlei zaken die failliet zouden gaan, lonen opvangen. Volgen wij dat? Het parlement heeft altijd inspraak en dat hebben wij dus altijd behouden. Daarom noemen wij het een burgerlijke uitzonderingstoestand. Geen militaire zaken of dat soort dingen. Ook nog, de regering informeert de parlementaire crisiscommissie op regelmatige basis over het verloop en de aanpak van de uitzonderingstoestand. En DNA kan altijd ingrijpen. Onthoudt u dat? Want als ze gaan zeggen, ja, is het mogelijk om in te grijpen, want u heeft een uitzonderingstoestand uitgenodigd, waar kan DNA kan ingrijpen? En het is binnen de wet ook geregeld dat, dat DNA kan ingrijpen. Het kunnen verzekeren van alle nodige financiën voor volksgezondheid, ten aanzien voor het aanpakken van dit fenomeen. Via natuurlijk 1, de reguliere begroting. 2, via ondersteuning van de internationale instellingen. Vanuit financiën, in goede coördinatie met volksgezondheid, zijn we druk bezig geweest met de Wereldbank, de IDB, de CDB, Islamic Development Bank, OFID, al onze internationale multilaterale partners om ons te helpen op dit pad. Heel snel zijn er fondsen vrijgemaakt. De focus van alle internationale instellingen was vrijmaken van gelden uit reeds lopende projecten. Dus stel dat er projecten waren waar er geld nodig was pas in het 3e of 4e jaar, dan werd dat geld gelijk vooruitgeschoven. Het begon met de Wereldbank uit het Saramaka-Kanaal-project. We hebben direct 425.000 kunnen verzekeren. Waarbij dus het goede hulp is geweest voor ons. Verder ook is een fast-track fenomeen van de Wereldbank voor een aantal landen vrijgekomen. Suriname had recht op 5 miljoen, dat is ook verzekerd. Vanuit de IDB is voor speciale kers ongeveer 1 miljoen vrijgegeven. Daar wij ook gebruik van kunnen maken. En vanuit de IDB zelf is er met nog wat komt, zo'n 20 zoveel miljoen ook. En dat heeft allemaal te maken met de gezondheidszorg, de aanpak van het coronavirus. Dus belangrijk aan te geven dat het eermarkte middelen zijn, dus de middelen die volledig gaan richting de volksgezondheid. Bestrijden van het fenomeen natuurlijk, alles wat daarmee samengaat. Dat was voor ons het belangrijkste, want natuurlijk de economische impact moet nog komen, maar we moeten het land gezond blijven houden. Ik denk dat erg goed loopt. Er is een hele goede afstemming met het team. En zoals zoveel dat hebben gezegd, wil ik ook toevoegen mijn complimenten voor de aanpak, waardoor de cijfers toch wel verschrikkelijk laag zijn. En dan komt natuurlijk het tweede vraagstuk. En het vraagstuk dat veel complexer zal zijn, omdat het heel diep gaat. IMF directeur voor Western Hemisphere, die heeft al aangegeven dat deze crisis
waarschijnlijk het ergste is dat Latijns-Amerika en het Caribisch gebied kan overkomen in de laatste 50 jaar. Ik zeg ook dat deze crisis waarschijnlijk in omvang alleen te vergelijken is met de grote depressie van 1929, met het verschil dat 1929 je niet de mens centraal had als een gezondheidsvraagstuk. Waardoor de recovery methodes natuurlijk ook wat anders waren. We zijn hier met een fenomeen dat men al aangeeft dat de periode 2015-2025 waarschijnlijk ook als een verloren 10 jaar kan worden beschouwd. Hetzelfde was het geval in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in 1980-1990 met een grote schuldenlast. Wat men toen de lost decade noemde, ziet men ook hier zoals de lost decade. De impact van de grondstoffencrisis van 2015, wij zijn nauwelijks uit die naweeën gekomen. U kent alle de zeer zware periode, om niet direct weer in dit gat te kunnen vallen. Schattingen zijn dat ofschoon recovery in 2021 kan plaatsvinden van de economieën, we toch kunnen kijken naar een val van tussen de 20% of 25% van het BBP. In Suriname hebben wij 2 zware vallen van het BBP gehad gedurende de grondstoffencrisis. Van rond de 10%. En u weet wat de impact is. Gaat u maar na als de voorspellingen uitkomen. Dat we dus praten over 20% tot 25%. De landen zoals wij hebben niet de luxe om triljoenen dollars of euro's in de economie te gooien. Om het te kunnen versterken. Wij zijn veel afhankelijk van wat wij kunnen genereren met exporten, die vooral nu zeer zwakjes zijn. En daarnaast natuurlijk financiering. De wet uitzonderingstoestand COVID-19 is met 27 stemmen voor en 8 tegen goedgekeurd in de Nationale Assemblée DNA. Deze wet biedt de regering de ruimte om gedurende de huidige gezondheidscrisis om alles in haar macht aan te wenden ten behoeve van het belang van de samenleving. De afgelopen dagen heeft de regering onder leiding van president Desiree Boutersen zich gebogen over hoe het land in zijn totaliteit uit de COVID-19-crisis te doen geraken. Het staatshoofd benadrukt dat de regering zoveel als mogelijk tracht om naast de medische aspecten ook de financiële en sociale aspecten en de consequenties het hoofd te bieden. De commissie heeft haar werk gedaan. We hebben zowel de voorstellen, de discussiepunten, de vraagpunten, de aandachtspunten uit de eerste en de tweede ronde hebben we meegenomen, voorzitter. Van de stakeholders, voorzitter, van leden van de commissie, van leden van de verschillende fracties. Ook uit het voorstel van de VHP hebben we wat voorstellen meegenomen, voorzitter, die bruikbaar waren. Het waren niet een heleboel, want zoals ik aangaf, de juridisch-technische verankering vanuit de grondwet, dat ontbrak. Maar de overige zaken die vanuit alle zijden bruikbaar, dank u zeer, bruikbaar waren, hebben we dus meegenomen en vervat in een amendement. We gaan dan stemmen nu over de wet ter uitvoering van artikel 72 onder 7 van de grondwet met betrekking tot afkondiging van de burgerlijke uitzonderingstoestand in verband met COVID-19-pandemie. Wet uitzonderingstoestand COVID-19, artikel 1 tot 8 woord of stemming. Artikel considerans en intitulé woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wees voor. ...27 voor. Wees tegen. ...8 tegen. Het ontwerp is aangenomen met 27 stemmen voor en 8 tegen. Laat me dit ervan zeggen. Normaal feliciteren we. Ik ga niet feliciteren. We zitten in een heel moeilijk parket. We hebben
een voorziening moeten treffen waar we allemaal mee hebben geworsteld en geprobeerd om het zo transparant mogelijk te doen. Om geen open eind financiering te geven aan de regering en toch geld vrij te maken. Want er wachten een paar heel moeilijke dingen op ons. Het was geen eenvoudige beslissing, het was geen eenvoudige wet. Maar het is gelukt. Er is een heleboel meegenomen. Ook van de oppositie en ook van mensen die niet hier in de zaal zijn. Namelijk met name transparantie. En het parlement heeft er stem behouden. Dus we hebben ervoor gezorgd dat het parlement in geval van nood kan ingrijpen. Dat is toch wel iets wat belangrijk is. En dat er een bestuur is voor het fonds. Dat op een correcte wijze de middelen zal beheren die de staat zal besteden. Ik denk dat het is gelukt om in elk geval de wet zodanig te maken dat transparantie er is. Dat er beter is gekeken naar mensen hun bescherming van hun belangen. En dat er ook is gekeken naar het niet zorgen voor een open eind financiering van de regering. Hoewel de regering het geld nodig heeft om een aantal zaken te doen. Dus ik heb dan bij elkaar gezet de moeite die we hier hebben gedaan om te komen tot een balans in een wet. En een wet die we in nood hebben afgehandeld. Vandaar dat u me niet hoort feliciteren. Felicitatie in die zin op zijn plaats, voorzitter, dat we erin zijn geslaagd om binnen afzienbare tijd, zoals afgesproken, deze wet te behandelen. In recordtempo, maar tegelijkertijd ook in een marathon, omdat het noodzakelijk is, voorzitter. Ik wil bedanken iedereen die zich heeft ingespannen om tot op dit punt te komen. De deskundigen van DNA, de deskundigen van de regering. Maar voorzitter, ook diegenen die hun feedback ook binnen korte tijd hebben gegeven aan ons. Ik denk aan de VSB, de ASFA, de Hotel Associatie, NCCR, SZF, de Bankiersvereniging, voorzitter. En anderen waarvan we van allen de functionele zaken hebben overgenomen en hebben gebracht in een wet om meer transparantie, meer duidelijkheid, meer zekerheid vooral voor die samenleving te garanderen. Voorzitter, laten we u garanderen dat wat wij hier hebben gedaan een zaak is welke noodzakelijk is, een noodzakelijke ingreep. Laat me ook de samenleving garanderen dat aan uw vrijheid geen verdere beperking komt dan tot wat op dit moment is geregeld. We hebben het gelegaliseerd middels deze wet. We hebben de regering wat dat betreft een tool gegeven om verder te doen wat noodzakelijk is. Niet alleen bij het veiligstellen van de gezondheid van die samenleving en van ons allemaal, maar ook, voorzitter, de middelen vrij te maken welke de minister van Volksgezondheid, welke de minister van HIT, ook buitenlandse zaken wanneer we praten over repatriëring, alles wat hier is genoemd van beide kanten van de zaal, voorzitter, om alles mogelijk te maken voor dus zoveel als mogelijk, want alles zal niet alles zijn, maar zoveel als mogelijk hebben we de regering ruimte gegeven om te werken en te doen voor die samenleving. Nogmaals, regering, dit is een handvat. We zijn in een crisissituatie, coronacrisis is een wereldwijde pandemie. Suriname heeft zich tot nu toe daar nog kunnen weren en daar nog kunnen staan. En wij zullen met deze stap u nog meer handvaten geven met het team dat er is, dat nu ook middels wet is vastgesteld om door te gaan om Suriname coronavrij te maken. Ook van mijn kant bedankt. Ik zou ook willen zeggen, niet gefeliciteerd. Het is een crisiswet. En het geeft aan hoe somber de situatie op dit moment eruit ziet. Voor mij is het toch wel belangrijk om één iets ten aanzien van deze aanvraag, financieringsaanvraag, te verduidelijken. En dit zeker ten overstaande van het volk. In de stemmotivatie leek het er constant op alsof wij genoeg geld hadden om de crisis aan te pakken. Ik heb in alle openheid aangegeven hoe we bezig waren met de internationale instellingen. En dat wij op dit moment ongeveer 26,5 miljoen US dollar ter beschikking hebben. In een combinatie van verschillende instellingen. Maar ik heb ook benadrukt dat deze fondsen zijn geëermarkt voor volksgezondheid. Ze zijn geëermarkt voor het virus. Voor het bestrijden van het coronavirus, om de issues die we hier zo hebben aan te pakken en om onze volksgezondheid op te graden.
Wat wij hebben gevraagd in SRD is om de tsunami die op ons afkomt als resultaat van dit virus, de economische tsunami. En ik denk, ik weet niet of men er genoeg stil bij staat, wat het allemaal nu al betekent voor de bedrijven en natuurlijk ook voor de arbeider die er deel van zijn. Dat we nu heel vroeg beginnen om de eerste schokken op te vangen, omdat de interne en de externe shocks zich nu al zichtbaar maken. Maar op korte termijn zal de spillover vanuit de rest van de wereld ook op ons afkomen. Dus we moeten een heel duidelijk onderscheid maken in wat wij als eerste strategie hadden. Het opbieven van de gezondheidssector om te zorgen dat die genoeg fondsen heeft. Maar het andere vraagstuk, wat veel complexer is in aanpak, omdat het veel groter is en veel kostbaarder, is de rest van de economie. Dat wil ik echt wel verduidelijken, zodat men niet denkt dat we fondsen vragen om het vragen. Dank u wel, voorzitter. Time is of the essence. Voorzitter, zoals ik aangaf, wij werken vooruit. En het Nationaal COVID Management Team heeft geanticipeerd en anticipeert op eventueel een verergering van de situatie. Daarom is time of the essence. En we zeggen elke vergadering weer, er is een medisch aspect, er is een sociaal-economisch aspect, maar er is ook een media en bewustwording, een psychologisch aspect hieraan. In dat kader wil ik u aangeven, er is gezegd, ja, de media wordt beperkt. U heeft hierin expliciet aangegeven de onjuiste berichten in verband met COVID-19-epidemie. Zo'n delicate kwestie kunnen wij niet overlaten aan fake news. In alle andere gevallen komen wij niet aan de rechten van de media of beperking enigszins. En u zegt erbij, onverminderde toepasselijkheid ter zake van het wetboek van strafrecht en overige wettelijke bepalingen. Dus we moeten niet uit de zaal gaan lopen en gaan zeggen, ja, de media is beperkt. Binnen wet en recht. En ook alleen in het kader van COVID-19 onjuiste informatie moeten we allemaal erop toezien. En de staat kan niet anders dan binnen wet en recht dat toepassen. Burgers kunnen het onderling met elkaar afstemmen van doe het niet. Maar de staat moet kunnen optreden. In dit kader kan ik ook aangeven, voorzitter, u geeft handvatten aan het Nationaal COVID Management Team. Ik ga terug, ik heb een opdracht van u om dit aan het COVID Management Team te zeggen. De assemblee en het parlement heeft u meer zekerheid gegeven. U heeft zoveel gepland, u heeft zoveel in plaats gezet. Laten we nu maximaal gebruik maken wat het parlement ons vandaag gegeven heeft. CQ, de regering. En voorzitter, als het aan dit virus lag, gaat dit virus niemand besparen. Gaat niemand besparen. Dus in die zin hebben we maar één gezamenlijke vijand. Geen oppositie, coalitie en allerlei opponenten. We hebben maar één gezamenlijke vijand. Dus zeggen we COVID-19. We zijn één team. Team Suriname. Toch? Wie safetig is ranang moeten we waarmaken conform het volkslied. Om uzelf en uw naasten te beschermen, is het van eminent belang om u te houden aan de COVID-19 hygiëne maatregelen. Het Nationaal Informatie Instituut doet op u als burger van ons geliefd land Suriname het dringend beroep om de handen ineen te slaan in de strijd tegen COVID-19. Wast u de handen, ontsmet waar nodig met desinfecterende middelen op alcoholbasis, hoest en nies in wegwerpdoekjes en blijf thuis indien u grieperig of verkouden bent. Bij vermoedens van besmetting met COVID-19 wordt u aangeraden om direct te bellen naar de BOG-hotline op 178. In het kader van de gedeeltelijke lockdown is het niet toegestaan om u na 8 uur 's avonds op de openbare wegen te begeven. Houd u daarmee rekening. Wij hopen op uw volledige medewerking om zodoende zo gauw als mogelijk uit deze crisissituatie te geraken. COVID-19, Givan Kosontu Sranang. En dat was Focus.
Laten wij met z'n allen letten op onze persoonlijke hygiëne. Was en ontsmet uw handen regelmatig. Zo helpt u mee aan het niet verder verspreiden van dit virus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.